Goedemorgen, Blips. Oh my god. Ik voel me echt zo lekker gaan slapen en zo. Maar ik wilde echt knock-out. Ik was gisteren echt knock-out gewoon. Ik word er echt wakker als ik nog genoeg ben. Nee, ik heb eerder geslapen. Maar ik was echt zo. En ik werd ook wakker als. Dus ja. Nog even wennen aan het wakker zijn. Oké, dus vandaag. Zometeen ga ik mijn kiezen laten trekken. Heel fijn. Daarna heb ik een business talkje van een paar uurtjes, denk ik. En daarom ook gewoon lesgeven. Dus vandaag is redelijk bijzonder en geweldig, maar niet uit. Nee, er komen hele leuke dingetjes aan. En dat is puur ook waarom ik de afgelopen dagen er niet ben geweest online. Ik wilde natuurlijk altijd heel goed vasthouden. Ik hou echt van wat ik doe. Waar dit dus echt heel erg mee te maken heeft. Waarom ik eventjes weg ben geweest. Omdat ik heel erg de tijd voor mezelf moest nemen. Om dit goed op te zetten. En goed bij elkaar te rapen. Ik kan jullie nog niks vertellen over wat het is. Want het is gewoon nog redelijk in werking. Maar het zou ongeveer eind september boven water komen. Dus jullie moeten toch even geduld hebben. Maar het is iets heel awesome's. En het geeft mijn naam als Laris erg waar. Waar ik heel erg trots op ben. Ja. Maar ja, laten we maar even goed ontbijten. Oh, ik heb trouwens met Ritsa gesproken dat deze laatste anderhalf week voor de vakantie. Ja, anderhalf week. Minder geloof ik zelfs. Anderhalf week. Dat we echt goed gaan trainen en gezond gaan eten. Zo, want ik wil nog even net iets tighter en sterker worden voordat we de bikini bodies in gaan. Dus dat is eventjes wat te doen. Even wat gezonder eten vandaag. Geen rare patat dingen en zo. I'm gonna try. Ik ben echt wakker worden, joh. Ik was net een half uur geleden wakker. En ik dacht echt van... ik wil niet wakker worden. Dus ik was echt gewoon nog even... Een uurtje of zo, een half uurtje was ik gewoon... Nog even aan het liggen. Oké, jongens, let's go. Lekker even ontbijten. Really not a good time. I know saying the word bride to you was a little crazy, but let me just explain myself. Yeah, to the general public. Yo, Blips. Oh my god, ik heb het nu al sniks heet. Het is warm buiten voor een verandering. Het is denk ik... Oh, nu gaat het weer schaduwen. Ik denk dat dit is iets van 24 graden of zo. 23, 22. Zal ik even checken. 21 graden, oké. Jammer genoeg iets te laag. De vliegt boven me over. Ja, dus ik heb gedacht van nou, ik doe even een leuk jurkje dingetje aan. Blootbenen, oh mijn god. Het wordt heel spannend. Ik hoop niet dat het gaat regenen vandaag. Het is een soort van bewolkt zonnig vandaag. Dus denk ik wel een vestje aan of zo. Misschien wat sneakers. Ja, ik ben helemaal opgetut eigenlijk vandaag. Ik heb er zin in. Moet kijken. Ik heb paarse eieren erop. Oh mijn god, ik krijg geen rit zien zo met die zonder zonnebril. Ja, gewoon omdat ik er even zin in had. Soms moet ik gewoon even van die dagen hebben. Gewoon chill, gewoon even goed voor zorgen. En appeltje, glaasje water, goed voor mezelf zorgen. Goed punt. Zometeen ga ik lekker onder het bus. Nou ja, althans, ik ga mijn kies laten trekken zometeen. Dus dat wordt nog even wat. En daarna gaan we naar onze zakelijke bespreking. Heel erg spannend allemaal. Ready to go. Kiesjes. Nou, het zit er weer op. En ja, het is op zich al goed gegaan. Gewoon een beetje hetzelfde als vorige keer. Niet anders vragen. Het ging echt goed. En ik had niet echt last. Geef meer. Ja, nogmaals. Geef het al. Ja, en ik moet vanavond wel les geven. Dus ik moet even kijken hoe dat gaat. Gaat goed komen, denk ik. Zometeen gaan we iets zakelijks doen. Dus ik moet ook veel kletsen. Dus ik moet even kijken hoe dat gaat ook. Maar het komt allemaal goed. Het is aardig warm buiten en ik vind het wel lekker. Maar ja, het ging gewoon prima eigenlijk. Helemaal prima. Aan te bevelen. Aan te bevelen. Doe het ook voor de lol, hè? Waarom niet? Dit even. Oh. Helemaal verlamd ben ik gewoon. Maar dat ging wel goed, gelukkig. Kan je zitten? Kom, Kira.
Ja, dat is een goede manier om het te starten. Ja, ik ben dus terug van mijn zakelijke meeting. Mijn geheim project voor nu. Waar ik dus zo druk mee bezig ben de laatste tijd. Alles om alles. Ik kan nog niet zeggen wat het is. Wanneer het is. En whatever. Ergens in de komende weken, tijd, maand of maanden. Zal het gezien worden, gehoord worden. Mag ik het uitspreken. Als alles officieel is. En ja, dat soort dingen. Maar ja, het is ons. Het is mij, sorry. Het is mij ja, gelukt, laat ik het zo zeggen. Het wordt, ik ga nu aan een heel leuk project starten. Ik ben ermee akkoord gegaan. En ik heb er heel erg veel zin in. Het wordt iets heel leuks. Het wordt echt iets heel cools. En ik kan echt niet wachten tot jullie het allemaal zien. En dat ik het jullie allemaal kan laten zien. En dat ik het kan aankondigen. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Plus, nog leuk nieuws. Mijn verloving is uitgewerkt. Ik heb niet echt zeer. Ik heb meer hoofdpijn, denk ik. Beetje van verslag of zo. Mijn hoofd. Maar voor de rest, mijn tanden oké. En ik kan weer normaal bewegen en eten. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja, ik ga lekker spaghetti eten zo meteen. En daarna ga ik lesgeven weer. En dan even met Rits chillen. Yes. Ja, dat is even hoe het voor vandaag nog even staat. Dus het is even een heel spannende dag geweest. Maar alles is gewoon gelopen zoals het hoorde te gaan lopen. En ik ben er erg blij mee. Heel blij. What are you doing? We zijn lekker weer aan het chillen. Nou ja, we zitten eigenlijk nog maar net. Ik heb geen idee, we hebben een van de spelletjes aan het spelen weer. Gaan we gewoon een spelletje spelen vandaag? Heel eventjes dan. Nou, was weer even een lekkere les. Hard gewerkt iedereen. Ik heb ook even net wat pittiger gemaakt dan normaal. Dus dat was wel even leuk. En ja, ik heb gewoon niet heel erg veel gedaan zelf, omdat ik gewoon even wilde uitkijken. Anders gaan mijn echt dingen eruit en dan moet ik weer 100 zin. Dus ja. Heb je waarschijnlijk niet laten zien. Nee, ik laat het gewoon even helen. Vandaag was een hele interessante dag. Een beetje druk. Een beetje veel inspanning, maar een beetje rare dingen gedaan. Althans, kies aan het trekken. Maar we zijn nu wel uit. Zijn we vanaf. Ja, dus het is even een gekke dag geweest. Morgen is weer dinsdag. Het is de laatste busy Tuesday. Waar ik het al wat over heb. Want morgen is mijn laatste dinsdag bij de bakker. Het is klaar. Als het goed is. Ze had me net alweer geappt om meer te werken, maar niet. Dus dat. Ja, we gaan gewoon even chillen en dan gaan we gewoon slapen. Het is al 10:30, hè? Jesus Christ. 10:30.